Patrick, je hebt toch nog een VVV-actie. Het bevalt me uitstekend. Je zit echt in een voetbalbolwerk. En er wordt 24 uur per dag over voetbal gesproken. En ja, alles weet men van elkaar. En er zitten misschien wel 6 tot 10 topclubs in een straal van 20 kilometer. Ja, dat is ongekend. Je hebt een hele lastige taak. Je moet VVSB, een echte traditieclub daar, in die tweede divisie zien te houden als hekkensluiter nu. Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk de laatste wedstrijd de streep door de rekening door van de directe concurrenten verliezen. Dus dat maakt de situatie natuurlijk niet makkelijker op. Maar er zit in ieder geval nog genoeg houvast en genoeg moraal in deze groep. En met wat versterkingen hopen we dat we toch in ieder geval één ploeg onder ons kunnen houden. Ja, je hebt vaak eigenlijk alleen maar om kampioenschappen gestreden. Die laatste keer bij Achilles, toen heb je ook nog een Houdini-act uitproberen te halen die bijna lukte. Ja, het lijkt een beetje op dezelfde situatie, hoewel nu de achterstand wat minder groot is als in de tijd van Achilles. Maar ik vind dat wij voldoende kwaliteit hebben, dus ik vind ook dat het eruit moet komen. En vandaar dat ik ook de uitdaging ben aangegaan. Want deze groep kan gewoon geweldig goed voetballen. Alleen als we de bal niet hebben, dan zijn wij te kwetsbaar. En dat zal eruit moeten. En dat proberen we in ieder geval in dit trainingskamp voor elkaar te krijgen. Dan die andere club waar jij toch gevoel bij hebt, die zit een stukje verderop hier aan de kust. NEC, gaat het er ook goed mee komen? Ja, nou goed, dat is natuurlijk moeilijk om van afstand te bekijken. Maar ik wens NEC natuurlijk alle goeds. En ik hoop dat ze de rust kunnen bewaren. En in de komende weken gewoon het tegendeel bewijzen aan iedereen. Dat ze wel degelijk genoeg kwaliteit hebben om in ieder geval de nacompetitie te halen. Nou, je weet, als een club als NEC de nacompetitie haalt, ja, dan is het natuurlijk toch de gedoodverfde favoriet om te kunnen promoveren. Dus er liggen nog heel veel kansen voor NEC. Dit wordt het jaar van de comeback van NEC en van VVSB en van Erik Meijers. Ik denk dat je dat heel goed samenvat. En ik zet er zo mijn handtekening onder, Jan. Want daar is degene waar je het voor doet. En dat is eenmaal voor één ding. En dat is winnen. En dat is zorgen dat je met elkaar plezier maakt. Maar vooral erin blijven. Dat is nu het belangrijkste.